Het begint vaak zo. Twee mensen die hun leven met elkaar willen delen en een gezin willen stichten. Een van de grootste wonderen van het leven is als twee mensen drie mensen worden. Al miljoenen jaren lang worden de menselijke genen van generatie op generatie doorgegeven. Bij de man zorgen de zaadcellen voor die overdracht. Een man maakt dagelijks 100 miljoen zaadcellen aan. Dat komt neer op 1000 zaadcellen per seconde. Het bijzondere is dat elke cel een unieke genetische code met zich meedraagt. Het vrouwenlichaam gebruikt een andere strategie om haar genen over te dragen. Het voortplantingsmechanisme van de vrouw richt zich op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Bij de geboorte bevatten de beide eierstokken 1 miljoen onvolgroeide eicellen. Tegen de puberteit is dat aantal afgenomen tot 400.000. Seksuele voortplanting vindt plaats onder tijdsdruk. En het is een ingewikkelde en riskante zaak. Waarom nemen we al die moeite? Om te beginnen moet je iemand vinden om wie je geeft. En die ook om jou geeft. En zelfs als er een geschikte partner opduikt, kun je niet meer dan de helft van je genen doorgeven. Leven op aarde is 4 miljard jaar oud en heeft een hoge graad van perfectie en schoonheid bereikt. De aarde is een wonderbaarlijke planeet vol leven en diversiteit. Maar het grootste wonder is en blijft het wonder van een nieuw leven.